Heijmans bouwt aan de contouren van Nederland. Daar zijn grondstoffen en energie voor nodig. We creëren een prettige leefomgeving, maar ook veel afval. Daar houden we rekening mee. Oud asfalt krijgt bij ons een tweede leven. Dat worden tapijten. Gewoon bij u thuis in de woonkamer. En oude pionnen? Daar maken we kleerhangers van. Bestaand asfalt recyclen we bij een lage temperatuur tot een nieuwe, duurzame weg. Greenway LI noemen we dat. Zonder kwaliteitsverlies, zonder dat het meer kost. Slim toch? In 2013 wordt minimaal 75% van al ons afval hergebruikt. De energierekening van Nederland loopt op. De gebouwde omgeving verbruikt circa 40% van de energie van ons land. Daar heeft Heijmans invloed op. Gebouwen worden slimmer geplaatst, energie wordt natuurlijk opgewekt en de infrastructuur wordt een duurzaam systeem. Onze nieuwbouwwoningen hebben minimaal een A-label. Slimme LED-verlichting op de weg en op het sportveld, dat bespaart. Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht ontwikkelt de techniek van morgen. Bestaande kantoren verduurzamen we door waarde toe te voegen. En schapen? Die brengen de golfbaan in optimale conditie. Zo brengen wij de energierekening omlaag. Duurzaam werken, duurzaam rijden. Samen met Nuon plaatsen we de komende jaren 1000 oplaadpalen in Amsterdam. We passen de infrastructuur aan en stimuleren elektrisch rijden. De eerste elektrische auto's en scooters van Heijmans zijn al in gebruik. En in 2013 heeft 80% van ons wagenpark een A-label. Ook het spoorwegnet verduurzaamt. Zo hanteert opdrachtgever ProRail de CO2-prestatieladder. Het werkt simpel. Hoe minder CO2-uitstoot, hoe groter de kans op gunning. Heijmans geeft inzicht in de duurzame prestaties en toont initiatief in het proces. Zo werken we bijvoorbeeld alleen nog maar met duurzaam hout. Ook als onze opdrachtgever daar niet om vraagt. Heijmans staat niet voor niets op de hoogste treden van de prestatieladder. Niet de laagste prijs, maar de beste kwaliteit. Daar doen wij graag aan mee.